Welkom weer bij een nieuwe NEC-update. Deze keer zonder Maurice, maar ik ben er. En dat allemaal in aanloop naar de wedstrijd tussen NEC en Ajax in de Johan Cruijff Arena. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want we moeten eerst even hebben over waar eigenlijk heel Nijmegen het over heeft. Die KNVB-bekerloting uit tegen Cambuur. En dat is volgens trainer Rogier Meijer een loting met perspectief. Ja, dat klopt. Je had drie opties. En je had ze uit en thuis en uiteindelijk... heb je liever niet Feyenoord, tenminste zeker niet in de uitwedstrijd. Nou, die kwamen er eerst uit, dus dan is Cambuur een loting met perspectief. Dan gaan we eerst nog even terug naar vorige week vrijdag, want toen beleefde NEC in Heusen off day in Waalwijk tegen RKC. Er werd met 2-0 verloren en er leek een klein hoogtepuntje in te zitten. Jasper Cillessen die een penalty tegenhield, maar dat werd er niet gedaan. Want wegens te vroeg inlopen moest de penalty worden overgenomen en die werd in tweede instantie wel benut door David Men. Dan krijgt NEC nog te horen dat de penalty ten onrechte is overgenomen. Ja, maakte dat dan extra zuur voor Jasper Cillessen? Oh nee, helemaal niet. En ja goed, dan, wat ik zeg, dan zit het je niet mee. En dan kijk, uiteindelijk hebben we de wedstrijd zelf verloren en niet op basis daarvan. Ja. Wordt jou vaak verweten dat je vroeg de hoek in duikt. Maar ik dacht juist, je pakt hem heel goed die penalty, omdat je zo vroeg duikt. Dat je, als je in de goede hoek zit, dat je hem eigenlijk altijd wel hebt. Ja, goed, ik had hem. Helaas werd hij blijkbaar onterecht overgenomen. Ja, dan zit het je even niet mee. Ja, klopt de theorie ook een beetje wie die ik net schetste van als je zo vroeg duikt? Er zijn trainers die het er anders over denken, maar goed, daar heb je niks aan. Als je hem pakt, dan pak je hem en pak je hem niet, dan heb je het verkeerd gedaan. Dan over naar de wedstrijd van zondag. Ajax-NEC. Ajax speelde donderdagavond tegen Bodø/Glimt in de Conference League. Met 2-2 gelijk. Maar het had het erg moeilijk. Pas een extremis konden de Amsterdammers gelijk maken. Dan is ook de vraag, hebben de spelers en trainer naar de wedstrijd gekeken? Ja, zeker. Tuurlijk. Eerst Feyenoord gekeken en toen Ajax. En ze hadden niet makkelijk. Dat zie je eigenlijk de laatste weken vaker terugkomen. Dat er best wel wat twijfel is in wat ze doen. En dat hoort en ziet iedereen, denk ik. Ja, ik heb zeker gekeken. Ze begonnen vrij agressief. Daarna zakte het weg. Ook een goede goal van Bodø. Dus daardoor werd het wat lastiger. Uiteindelijk pakken ze denk ik nog gelukkig een punt. En dat is voor het Nederlands voetbal denk ik wel positief. Toch wel blij dat ze misschien toch een zware wedstrijd in de been hebben ten opzichte van zondag? Ja, nou ja, goed, uiteindelijk denk ik dat zij een aantal spelers ook terug hebben gekregen. Dus de selectie zou iets breder zijn. En werkt dat vaak pas alleen op het moment dat wij het goed doen. Dan kan het een beetje meewerken. Dus wat dat betreft heb ik me niet echt daarmee bezig gehouden. Meer gekeken van hoe ze spelen. Ja, dat is dan ook de vraag hoe ze zondag gaan spelen. Maar uiteindelijk hebben we ons voorbereid. En dan nog even over naar het blessurenieuws. Want Bram Nuiting moest deze week geblesseerd afhaken bij een training. Wat er precies is, dat weten we nog niet. Dat kan Rogier Meijer beter uitleggen. Hij heeft last van spierblessure. De prognose is moeilijk. Het is niet super ernstig. Hè. Dus ze zijn niet echt iets kapot of gescheurd. Dus we moeten even kijken hoe snel dat gaat. Okay, maar Ajax komt dan te vroeg. Daar verder kan je daar nog niks over zeggen? Nee, dat is moeilijk om iets van te zeggen. Van de week dacht ik, nou, dat duurt heel lang. Als ik hem vandaag zag lopen, denk ik, nou, dat gaat alweer de goede kant op. Dus dat moeten we per dag eigenlijk bekijken. Maar voor zondag is het geen optie. En wie draagt dan de band tegen Ajax, mocht Lassen niet starten? Ja, ook dat zul je zondag zien. Want ik ga daar niet te veel over zeggen, over de opstelling. Dus daar hebben we ook nog een dag voor, of eigenlijk 2 dagen. Dus dat is nog iets te vroeg. En dan bent u weer helemaal bij voor aankomende zondag. Om 2:30 wordt er in de Johan Cruijff Arena afgetrapt voor Ajax-NEC. De Nijmegenaren worden gesteund door een vol uitvak. Ruim 1200 man maken de reis naar Amsterdam. Kun je er niet bij zijn? Nou, niet getreurd. Je kan de wedstrijd gewoon volgen via RN7 op de radio. Mijn collega's Aram en Erwin zitten dan weer voor je klaar om verslag te doen van de wedstrijd. Ik wens jullie een fijne week en ik zeg tot de volgende keer.